Sommige mensen veranderen nooit, hoe graag ze dat ook zelf zouden willen. Toch is het mogelijk om ineens een ander mens te worden. Huug Bossen ontwaakte 2 jaar geleden uit de narcose. Sinds die dag werd alles anders. 2009 heeft hij dus zijn heup gebroken. Toen struikelde hij over de stoeprand. En toen is de breuk niet goed genezen. En toen is hij in 2010 hebben ze een nieuwe heup gegeven. En toen moest hij onder narcose? Ja, absoluut ja. Ze schijnt dus door de operatie, door de narcose, dat hij veel meer is gaan lachen. Ja, klopt dat meneer? Ik zeg niks. Nee, hij lacht alleen maar. Ik mag niet alles zeggen eigenlijk. Nou zeg maar. Ja. Wat vindt u ervan dan? Ja. Ook op boos. Ik ben ook wel, op een gegeven moment gaat het je irriteren. De hele dag dat gelach. Als je gesprek voert en hij lacht alleen maar, dan... Dat gaat me irriteren. Maar u ziet geen verschil? Nee hoor. Nee, hij niet. Nee, hij ziet geen verschil. Nee. Oh, maar het enige wat je doet is lachen. Hij zal het niet leuk hebben gevonden, anders weet ik wel. Ja, waarom... Kun je ze niet meenemen? Nee. Hij wil me kwijt. Nou ja. Wie heeft u daar op uw schoot? Weet je ook weer? Ik weet niet precies wie is een van de twee, Bert of Annie. Wie is, weet ik niet. Oh, dan houden we op Bert. Nee, dat is Bert. Oh. Dit is Annie. Oh, dit is Annie. Zijn vriendje. Maar ik nog allemaal. Als vroeger Sesamstraat op tv was, zat je er altijd naar te kijken. En als dan Bert of Annie kwamen, had hij me mee te lachen. Ik zei, ja, hij ben net zo stom als die twee. Ja, je kunt er bezig wel eens veranderen van mens. Wie dan? En zijn er, mevrouw, meer mensen die er problemen mee hebben dan lachen? Jawel, mijn dochter heeft er ook moeite mee. Ja. En zijn broer heeft er ook moeite mee. Die komt me nooit meer bij me. Nee, die zegt ook, als je zo stom loopt lachen, dan zie je me niet meer. Het is ook stom. Ik ben al lief voor mijn klanten. Ja, ik ben misschien de liefste jongen van de hele wereld. Oh. Ja, ik heb wel eens anders meegemaakt. Maar het is toch heel typisch, mevrouw, dat u denkt dat meneer veranderd is en meneer zelf niet? Nee, ik weet niet. Hij heeft wel altijd gelachen, maar de laatste jaren lacht hij meer dan vroeger. Ja hoor. Geloof me niet hoor. Zie je op de... Oh, jok ik? Ja. Ze houdt eigenlijk ook niet van me, maar ja. Maar ja, ik mag niet vreemd gaan, dus ja. Zijn er nog dingen, mevrouw, die je meneer aan het huilen brengen? Aan het huilen brengen, ja, als je het Wilhelm speelt, dan... Dan gaat hij zitten janken, ja. Ja? Dan zeg je wel eens een mooie tafel en laken hebben om de tranen op te vangen. Ja, want dan is een zakdoek te klein. Oh, my God.
Ik ben wel een paar Jantje huilt. Ja,